Dames en heren, hartelijk welkom bij de 83e uitzending van Licht op Leiden op deze 6 februari 2022. U kunt ons elke zondag meemaken op kanaal 46 van Zico 1421 van KPN en natuurlijk online en ook YouTube biedt alle uitzendingen aan u nog terug te zien. Ik zei al, het is 6 februari en vandaag is mijn gast Margo Kalsen. Deze week vieren we de 447ste verjaardag van de universiteit en jij bent, mag ik eigenlijk wel zeggen, uh, zeer specialist in uh, de muziek uit de tijd van het ontstaan van de, van de universiteit. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ja. Margot Kalsen, dames en heren, is uh, zangeres hier in Leiden woonachtig. En we gaan het vandaag met haar hebben over haar persoon en haar werk. Hartelijk welkom, Margot, bij Dankjewel. deze Licht op Leiden. Ja, ik zei het al. We beginnen altijd met de vraag: wie ben je? Waar kom je vandaan? Wie is Margot Kalsen? Vertel eens wat over jezelf van vroeger. Uh, ik ben geboren in Maasluis. Ja. Daar heb ik niet lang gewoond. Uh, met dat beroemde jaar. orgel, hè? Met dat beroemde orgel? Ja, ja. 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 <laughs> Toch? En het psalmen op roer en ja, zo. Ja, ja, ja. <laughs> ja. En toen zijn we naar Delft verhuisd. Daar heb ik mijn hele jeugd eigenlijk doorgebracht. En ik ben naar Leiden gekomen om te studeren. Aanvankelijk Engels. Uh, daar ben ik mee gestopt. Toen Nederlands. En later ben ik conservatorium gaan doen. Ja. En ik ben in Leiden altijd blijven wonen eigenlijk. Ik ga nog even terug naar het uh, begin. Maasluis, heb je daar lang gewoond? Nee, één jaar. Eén jaar. En toen het Delft. Ja. Uh, uit wat voor gezin kom jij? Uh, gezin met drie kinderen. Ik ben de middelste. Ja. Uh, en mijn ouders die uh, kwamen allebei uit het oosten van het land eigenlijk. Ja. Arnhem en omgeving, ja, ja Oosterbeek. Was de, en was dat voor hun uh, ingewikkeld om in het westen te wonen? Of viel dat mee? Nou, voor mijn moeder aanvankelijk wel. Ja. Want die woonde in Oosterbeek en was daar prachtig met die bossen en zo. Toen ja. kwam ze ineens in dat kale Masluis. Ja. <laughs> Toen totaal anders en polders. En... Ja. Dus voor haar is dat in het begin wel moeilijk geweest. Ja. Ja. Kom jij uit, dat vraag ik uh, uit nieuwsgierigheid, maar ook omdat het uh, wellicht iets met je, met je werk te maken heeft, kom je uit een godsdienstig gezin? Um, mijn ouders waren beide katholiek, ja. maar zijn beide gestopt op een gegeven moment met, uh, met uh, actief uh, ja. geloofbeleiden. beleiden. Um, ik ben zelf nog wat langer naar de kerk geweest um, en ik beschouw mezelf wel als religieus. Ja. Um, maar niet zozeer katholiek per se. Ja. Maar het is wel mijn achtergrond en daar ben ik ook best wel blij mee eigenlijk. Ja. Het ja. voegt wel iets toe hè, nou, ja, in absoluut. ieder geval. Ja, ja. Veel mensen vinden dat. Um, hoe was je schooltijd? Wat voor school ben je geweest? Um, de lagere school heette dat toen nog. Ja. Uh, was een meisjesschool. Ja. Um, wow, ik vond dat niet geweldig, maar ik was wel een beetje uh, de beste van de klas, dus ik mocht dat extra dingetjes doen. Dat ja. vond ik dan wel leuk. Uh, de middelbare school. Ik was heel erg blij dat we nu met jongens waren. <laughs> en niet alleen meisjes. Op het was College in Delft. beroemd uh, college, hè? Ja, ik heb het daar ontzettend naar me zien gehad. Jezuïeten? Ja, ja. Jezuïte van oorsprong. Ja. ja en destijds stond nog steeds een pater uh, Jezuïet aan het hoofd van de school als rector. Ja. Er waren nog verschillende docenten pater Jezuïet. En uh, ja, ik vond het een fantastische school. Ik Goeie heb nog steeds contact met mijn, uh, met mijn klasgenoten. Ja. Maar ja. Reunies en zo, daar doen jullie aan. Ja, ja. ja ook van de klas. Ja, dus dat is echt, dat is echt heel fijn. Ja, Als je terugkijkt op je jonge jaren, wanneer is het zingen eigenlijk begonnen? Ah, al heel vroeg op de lagere school. Ja. Want dan gingen we uh, op schoolreis en dan in de bus, dan ging ik zingen. Edelwijs. Oh, ja. Mocht je dat alleen zingen dan? Ja. Oh ja, zo leren ja. al meteen. Ja ja, 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 ja. En ik heb ook de, uh, de kinderen liederen geleerd voor de Volkszangdag, had je in Delft. Ja. En uh, dat was eigenlijk fantastisch. Dan waren, een beetje wat je hier hebt met 3 oktober, dan ja. kwamen alle scholen bij elkaar op het marktplein, zo in die, van die punten, dus daarvoor. En die gingen dan uh, liederen zingen. En uh, mijn, mijn juf die kon dat niet aan de kinderen leren, dus dat deed ik dan met behulp van de blokfluit, ja. uh, leerde ik de kinderen Leuk. die melodieën. Je was al een beetje juf toen. Ja, ook al. <laughs> Oké, okay. en wat deed je voor ontspanning in die jonge jaren? Sport? Nee. <laughs> nee, ja, muziek. Muziek, muziek. Blokfluiten. Ik, ik stond... heb een paar foto's. Aan de hand van die foto's ja. lopen we even door je tijd heen. Dit is Le Petit Prins, zei je. Ja, toneel eh, dus. Toneel, ja, ja. Op de middelbare school. Leuk. Ja. Dat, nou ja, dat, dat kopje zit er al in, hè? Ik ja. heb er nog eentje van uh, Le Petit Prins. En toen zei je, daar zit Wim Schellekens bij. Ja, het is die de rechter. Die rechter. Maar is dat uh, Wim Schellekens die we uit Dorp kennen? Nee, dat denk ik niet. Oh. Hij woont in Wassenaar. Oké. Okay. Ja. Maar, en en uh, dan hebben we. Dit is ook Le Petit Prins, deze? Ja, ja, ja. ja. Uh, dan heb ik een foto van je, van je school. Wat ben je hier aan het doen? En aan het blokfluiten. Ja. Dat is in de kapel van het Staansoos College. Samen ja. met Marjolein op de gitaar. Mijn vriendin. Marjolein, je vriendin. Ja. ja. En wij deden uh, vaak, uh, ja, wij traden vaak op in, uh, uh, bij dopen, bij huwelijken, bij begrafenissen. En we speelden en zongen ik zong ook vaak de, deze foto's. Dus je ik was toen al met... eigenlijk aan het optreden. Ja, eigenlijk ja, wel. Ja. ja. Dat de jongen. <laughs> nog een andere foto, de volgende, die ben jij zelf. Mooie ja. foto. <laughs> ja. Ja, dat is eh, later tijd. Eh, ja. En eh, dan heb ik nog een foto. Die heb jij zelf ingestuurd. Dat is een foto met een oom van je. Daar wil je misschien iets over vertellen. De deze volgende? denk conservatoriumtijd. Oh, oh die is het ja. best van later, oké. Okay. Ja. Eh, de volgende foto. Uh, wie is ja. oom Louis? Ja, dat is uh, oom Louis. dat is de broer van mijn moeder. Ja. En uh, ja. Die, dat, is, dat is een, een lievelingsoom van je? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Oké. Okay. Ja. De volgende foto is met een, een van je zusjes, heb ik begrepen. Met mijn zus, ik heb één zus. Ja. ja. Dat is bij haar thuis in Bussum. Ja. En uh, dat kleine urmpje, dat is uh, mijn dochter Maria. Ja. En die twee hadden een bijzondere relatie. En ik had met mijn zus ook een bijzondere relatie. Ja. Zij speelde piano, dus we traden ook samen op. Waren jullie allemaal uh, muzikaal? Eigenlijk wel. Maar mijn broer heeft er iets minder mee gedaan. Die heeft wel een tijdje in een band gespeeld. En hij zingt trouwens nog steeds, ja, nee. Hij zingt ook nog steeds in een koor. Ja. ja. Dus allemaal. En je ouders ook? En nou, mijn vader niet, maar mijn moeder wel. Okay. Mijn moeder heeft altijd uh, uh, gezongen. Ze had zichzelf vroeger leren piano spelen. Ja. Uh, ze zong in koren. En muziek was voor haar ook heel erg belangrijk. Ja. ja. Uh, dan, dan zijn we langzaam maar zeker, uh, uh, als het in jou, over je persoon gaat, uh, aangeland bij uh, je. bent getrouwd uh, met uh, Hans. Ja. En je hebt een dochter. Ja. En hier hebben we een foto van je dochter. Kijk. <laughs> ja. Dat is Maria. Dat is Maria, ja. En ja. ik lig daar op de grond. Hij ligt op de grond. <laughs> ja. En, en we hebben er nog een. Die ja. Dit is een hele mooie foto. Ja, leuk hè. Hier is ze aan het uh, een beetje toneel spelen, zou ik ja, denken. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Hier nog een uh, snapshot van de vakantie. Ja. ja, dit is jouw echtgenoot. Dat is mijn echtgenoot. Ja, die, uh, jij vertelde mij, die doet niks met muziek. Dat wil zeggen, nee. die luistert naar jou. Maar ja. hij is geen muzikant, geen muzikus. Nee, helemaal en. niet. Nee. 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 En wat vind je daarvan? Nou ja, ik, ik vind dat uh, eigenlijk prima. Het heeft het voordeel dat je ook nog wat anders uh, dan muziek uh, thuis beleeft. En uh, ja, dat, dat ieder zijn eigen wereld binnenbrengt. Ja. En dat vind ik leuk, want daardoor is mijn wereld ook breder. Hij ja. doet veel aikido. En hij is een financiële man. Dus een totaal andere tak van sport, zeg maar. Ja. Um, maar het is, heeft ook een nadeel dat, uh, dat hij wel moet leren om te begrijpen hoe het voor mij is om. ...mijn vak te oefenen en wat er, ja. wat er voor nodig is uh, om op te treden enzovoort. Dus uh, nou, ja. Dan heb ik nog een mooie foto van, uh, dat is denk ik redelijk recent, de volgende foto. Daar zit je uh, in quarantaine, ja. maar wel met oliebollen. En het uh, is heel duidelijk uh, oud en nieuw naar mijn vervoering. Ja, dat is afgelopen oud en nieuw. Kijk, heel recent dus. <laughs> ja. En uh, de volgende foto is van, je, van jou met je dochter. Ja, die is wat ouder. Hoe is je dochter nu? Ze is nu, uh, 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 even snel rekenen. 27. Ja, en gaat ze ook de muziek in? Uh, nou, deels. Ze uh, 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 heeft kunstgeschiedenis gestudeerd. Eerst Italiaans en toen kunstgeschiedenis, moderne kunst. Ja. Maar ze zingt ook bij mij in mijn uh, ensemble Trigon. Oh, yeah. leuk. Ja. De muziek is haar uh, tweede. Vak, zou je kunnen ja. zeggen. Het eerste is uh, moderne kunst. Dat meisje ja. van het begin, die Marjolein, waar je mee optrad, die, uh, die staat op de volgende foto nog een keer. Uh, ja. En jij, jij zei dat je je er teruggevonden hebt, dus je hebt uh, een poos, denk ik, dan geen contact gehad. Ja, klopt. Dus dat is weer allemaal koek en ei nu. En tenminste, koek en ei, uh, uh, oude, oude jongens-krentenbrood, zou ik bijna zeggen. Jullie ja. hebben een poos elkaar niet gezien, maar oude het is. Meisjeskrentenbrood. Oude meisjes-krentenbrood. Ja, ja. Ja, nee, dat is heel erg fijn. Uh, de, dankzij Facebook. Nee, nee, dat is niet waar. Nee, in dit geval niet. Dat is een andere vriendin. Maar dankzij sportschool, ja. daar kwamen we elkaar weer tegen. Leuk is dat. Hè? Ja. En dat de, de, de laatste foto voor nu, in ieder geval, dat is. Uh, dat is met mijn moeder en ja. Maria. De ja. drie generaties. Leuk hè? En dat is bij ons huisje in Warmond. We hebben daar een, een buitenhuisje uh, op, een, op een camping en daar, daar ligt ook onze zeilboot, ja. een oud zeiljachtje. Leuke foto. Ja. De drie generaties. Ja. En dan ga ik er nog even over je studie. Je bent naar Leiden gekomen en ja. daar ook gebleven wonen. Ja. En je bent eerst, zei je, ik hoorde ook Nederlands langskomen. Ja, ja, ja. Eerst Engels, ja. maar dat, daar werd ik helemaal, helemaal gek van. Ja. Dus dat was niks voor mij. Toen heb ik, ik had, nog, ik had nog collegegeld betaald, dus ik heb toen een half jaar klassieke talen gevolgd. Dat vond ik erg leuk. Maar uiteindelijk ben ik dus jaar daarna Nederlands gaan studeren. Ja. En toen ben ik ook in die oude, letter, oude letterkunde beland. Ja. En, uh, en muzikologie. Dat had je toen nog uh, ja. aan de universiteit. En uh, ja, dat vond ik fantastisch. Maar de, de, je hoofdstudie is dus Nederlands ja. geweest. Ja. ja. En muzikologie heb je erbij gedaan. Mm -hmm. En toen je dat gedaan had, ben je nog naar het conservatorium gegaan. Ja. Wat, wat was daar de trigger voor om die keus nog een keer te maken na dat Nederlands? Uh, omdat destijds had je, kon je heel weinig uh, werk vinden yeah. uh, in dat vak. Um, en ik, ik, uh, ik voelde mezelf een hoofd op pootjes. Dus um, ik, ik, ik vind dat, dat hersenwerk heel uh, fijn om te doen. Maar ik had ook behoefte om, yeah. uh, om iets te doen met mijn lichaam. En, uh, bovendien uh, verzande ik gauw in, in, uh, in details en in, het, ja, uh, in de precisie die ja. ik heb. En op een gegeven moment dacht ik, ja in de muziek is dat, is, moet je dat doen, is ja. dat een voordeel? Ja. En in, in, uh, in het schrijven van een scriptie bijvoorbeeld was dat een nadeel. Uh, heb je ooit ook nog lesgegeven in Nederlands of niet? Ja, ik heb, uh, voor mijn, ik heb stage gelopen voor ja. didactiek, ja. Ja. Okay. ja, dat vond ik wel leuk. En toen deed ik al uh, 17e eeuwse liederen, ja. ging ik aan die kinderen met een historisch verhaal erachter, dat vonden ze heel erg leuk. Ja, ja. Terwijl op die school werd eigenlijk niks aan historische letterpunten gedaan. Het wordt vaak gedaan. onderschat, hè? kinderen ja. kunnen dat vaak veel leuker vinden dan sommigen ja. denken of voorhouden. Ja, ik heb daar zelf ook ervaring mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Het is verwonderlijk dat je, uh, als je valt in de, als je stapt in de val om te denken dat, dat ze het niet leuk vinden, dan valt het reuze mee wat ze wel leuk vinden. Ja. Ik ben het met je ja. eens. Nou, dan ga je dus een uh, uh, consultorium doen. En welke richting kies je dan? De stem. Ja. 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 Speel je ook een, op een uh, instrument? Ja, het blokfluit. Dat heb ja. ik heel lang gedaan. en ja. dat Ook op een hoog niveau. Ja. Maar daar vond ik het nadeel dat je een, een, in de muziekgeschiedenis mis je een hele periode. Je hebt ja. natuurlijk oude muziek. en Daar kan je prima uh, er is heel veel muziek. En dan, maar dan sla je een heel stuk over, klassiek en romantiek en zo. En dan heb je modern. Ja. En dat vond ik een bezwaar. Ja. En uh, ja, ik zong natuurlijk, zoals je hebt gemerkt, altijd al. Dus het is zingen geworden. Ja. Ja. En uh, de, dan is het dan toch altijd. Jij zit in de klassieke wereld, als mm -hmm. ik het zo mag zeggen. Ja. Maak je wel eens uitstapjes overigens? Naar de modernere muziek? Ja, wel eens. Ja, ja modern, modern klassiek sowieso. Modern klassiek, ja. Ja, modern klassiek zeker. Maar dat echt modern, gedaan. pop en zo, dat uh, is Nee, nou wel eens voor de lol en jazz, wel eens voor ja. de lol met een pianist die je ken. Ja. Uh, vind ik leuk, maar daar treed ik niet echt mee op of zo. Nee. nee. Of zijn dat overigens andere technieken ook? Ja, andere technieken. Ja, deels wel. Deels ja. wel. Ja, ja. Um, een andere manier van muziek maken, denk ik. Ja. Ja. En, de, en heb je dan al snel dat specialisme in die, in die tijd gevonden? Dus de, de, de 16e eeuw en die oude teksten. Ja, daar ja, ben muziek. ik eigenlijk altijd al mee bezig gebleven. Want ik ja. had. Uh, uh, vanuit dus die, die studie Nederlands had ik een ensemble opgericht, La Barca. Yeah. Uh, en toen ben ik begonnen met studeren, zang studeren, uh, maar dat ensemble dat had ik al, dus ik heb altijd al eigenlijk die combinatie ook gemaakt. Ja. Yeah. Uh, en toen, toen ging, maar het was solozang wat ik studeerde in Den Haag, dus toen ging ik natuurlijk alle, alle stijlen zingen en vooral latere stijlen. Ja. Yeah. Uh, maar die oude muziek trok me toch heel erg en toen ben ik dus na, dat, na, na de geboorte van Maria, uh, ben ik uh, dan in Tilburg uh, weer naar die oude muziek uh, teruggegaan. Yeah. Uh, en dat was ook ensemble. Dus daar, daar leerde je ook om uh, een ensemble te leiden, zeg maar. Yeah. Dus, uh, ja. Nou, en dan nog even over je stemtype. Je ja. bent, uh, ik, ja, ik zei mezzo-sopraan, maar dat was het ook weer niet helemaal. Alt-mezzo noem ik mezelf. Alt-mezzo. Ja. Dit vinden mensen heel moeilijk natuurlijk, hè. Want mezzo, dat kunnen we ongeveer bedenken. Maar wat is het nou precies... Nou ja, alt-mezzo zit dan weer aan de lage kant van de mezzo, zou je kunnen zeggen. Ja, en dus sopraan is weer aan de hoge kant van de mezzo. Ja, met mezzo-sopraan is, is weer aan de hoge kant en daar, daarboven zit sopraan. En onder alt-mezzo zit dan weer de alt. Ja. Dus het zijn allemaal nuances, zeg maar. Waarom kun jij mij één ding nog uitleggen waarom er zo'n verschil wordt gemaakt tussen mannenstemmen en vrouwenstemmen in hun benaming? Mm, is dat zo? Ja, bariton heb je in de, bij de mannen. Ja. Ja. Maar een hoge, vrou hoge vrouwenstem wordt nooit de tenor genoemd. Nee, nou de tenor, die term die komt uit de, uit de, uit de middeleeuwen. Ja? Um, dat was de stem die, uh, die de, de melodie hield van het Gregoriaans. En dan werd daarboven geïmproviseerd. Ah. Uh, dat is de organumstijl. Dat heb ik ook gedaan uh, met ja. trigon. Um, en dat heette de tenor. Dus dat betekent eigenlijk de houder van de melodie. Daar komt het woord vandaan. Daar komt het woord vandaan. Ja. Weer wat ja. geleerd. Kijk. Ja. En sopra, daarboven ja? kwamen later die... Die, die hoge stemmen. En sopraan betekent eigenlijk erboven. Erboven. Ja, de bovenste. En de bas is de onderste dan. En bassoes is de onderste. Ja. Ja. Oh, ja, kijk. kijk. <laughs> ja. Ik heb een, een klein voorbeeldje van zo'n oude tekst op muziek die door jou gezongen wordt. Heel kort, maar heel mooi. vond ik zelf. Daar mm -hmm. komt het. Een filmpje. dit uh, verzaken die Die klank van je stem is wonderbaarlijk, maar die tekst is natuurlijk ook heel mooi. Wat is een Southerliedek? Dat is eigenlijk een psalmliedje. zouter, psa, psa, ja? uh, so, uh, psalm. Uh, dat zijn de eerste uh, psalmen in Nederlandse berijming uit de 16e eeuw. Dus het is ja. eigenlijk een psalmstukje? Ja, de tekst ja. is een psalm. Okay. Maar op een wereldlijke melodie. Ja. Dat deed men, Zo waren de allereerste psalmen Psalmboek. in het Nederlands. Ja. Ja. Uh, Margot, uh, ik, heb, uh, uh, ik ga over naar je werk. Ineens ja. deze staat dus de alt-mezzo-sopraan uh, Margot Kalsen. Uh, wie kent haar niet? In Leiden ben je heel erg actief geweest, maar ook heel erg veel buiten Leiden op grote festivals en. Uh, Internationaal ook? Ja. Ook, kijk. Ja. Dus en, en dames en heren, uh, zulke mensen hebben wij allemaal in Leiden wonen, dat uh, <laughs> weten we ook niet allemaal. Maar uh, het is best leuk om dat nou weer eens te horen: dat er, uh, dat er dus uh, uh, goede zangers en zangeressen in ons midden huizen. Waarom ben je eigenlijk nooit weggegaan uit Leiden? Ja, omdat het me hier erg goed beviel. Kijk, dat willen wij natuurlijk ook graag. Ja, <laughs> ja maar het is ook echt zo. <laughs> ja. Ik vind het een hele fijne stad om, uh, om ja. te wonen. Ja. ja. Hey maar Ik heb een foto van jou. Uh, dat is een PR foto van Ron Mes, maar het is wel precies zoals jij zeg maar de wereld ingaat als uh, vier uh, zangeres. Uh, maar dat vak wat jij beoefent, jij doet ongeveer alles wat bij dat vak hoort. Uh, ik heb een foto dat je staat te doseren hier. Ja. Je legt je iets uit uh, in de, de techniek. De kaak, ja. ja. Het openen van de kaak en de vorm van de mond in een O. Ja, de goede klank maken. <laughs> ja. Ik, ik, ik heb een foto waarin je bezig bent om deel te nemen. Ja, hier ben ik het aan het soleren. Ja. ja, bij een koor in ja. Leiderdorp. Ja. Een koor in Leiderdorp. En dan heb ik hier nog een foto dat je helemaal solo staat, maar dan met een luid Ja. Die jou begeleidt in een van die liederen waar het over gaat, daarnet. Uh, ja. En dan heb ik nog een foto dat je in een uh, groep staat. Trigon. Dat is Trigon, ja. ja. Wat is je dochter nou? Oh, hier. Uh, rechts. Ja, ja, daar is je dochter. Ja. Een Trigon is een ensemble. Een, een ensemble voor middeleeuwse muziek. Ja. Vocaal ensemble. Hoeveel van die ensembles neem jij deel? Uh, nou, op het ogenblik alleen Trigon. Oké. Okay. Uh, ik heb ook een ander ensemble gehad, zoals Spiro. Ja. Beide heb ik opgericht na aanleiding van het. Uh, dat heette toen uitvoerend muzikus... Maar nu heet dat master ja. uh, aan het consultorium Tilburg. En Trigon bestaat nog steeds en Sospiro eigenlijk niet meer. Dat komt ook omdat, uh, doordat de clavecinist uh, ja, oud en verzwakt is. En, ja. Ja. Dus daar zijn we mee gestopt. Maar, uh, maar Trigon uh, leeft nog steeds. Ja. Um, nou, nog even terug naar die uh, universiteit. De, de is een bron van kennis ook over oude liederen en oude teksten mm -hmm. en het heeft geleid tot een heel mooi project. Dat doe je samen met uh, Olga van Marion, heb ja. je begrepen? Ja. Vertel mij wat voor project dat is. Uh, dat is de top 40 van de Gouden Eeuw. En daar uh, ben ik uitgegaan van de 40 meest gebruikte melodieën in de 16e en 17e eeuw voor contrafacten. Nou, dat is een hele ingewikkelde zin. Maar het gaat erom dat, uh, wat, wat we al bij die kunnen zagen, dat destijds heel veel liederen werden geschreven op melodieën die iedereen kende. Yeah. Uh, daardoor uh, had je, kon je een heel groot corpus van teksten uh, daarop maken. Uh, en, en werd er dus heel veel gezongen yeah. uh, met dezelfde melodieën voor heel veel verschillende teksten. Yeah. En daar gaat dit project over. Ja. Yeah. Ja. En, en wat heb je dan bij elkaar uh, verzameld? Nou ja, die veert, dus die 40 melodieën uh, geteld uitgegaan, in de, Uitgegaan van de melodie? Van de melodie, ja. ja. En, en daarbij dus, en via de Nederlandse liederenbank. Ja. Uh, want daar kan je tellen, als het ware, hoe, hoe, hoe vaak een melodie is gebruikt. Ja. En dan gaat het over deze periode, hoe vaak het in de periode van 1535 tot 1750 een melodie is gebruikt. Ja. En de, de melodie dus die het meest is gebruikt in die tijd, die staat op nummer één. Ja. Die pik je erin, welke is dat? Dat is Ozalig Heilig Bethlehem, een Kijk, kerstlied. Een kerstlied, ja. ja, en, ja. En, en, maar die melodie is dus ook gebruikt voor alle andere uh, ja. teksten. Ja, wel vaak kerstliederen, dat zie je dan wel. Ja. En want er is natuurlijk ook ontlening aan de tekst. Als, als een lied bekend is geworden door die tekst, zie je vaak dat er ontlening is. Soms is het ook tegengesteld, hè, zoals bij het Wilhelmus, dat het een soort tegenlied is. Uh, op die melodie. Want yeah. het is de melodie van Chartres, dat was tegen de protestanten. En toen kwam het Wilhelmus als tegenlied, zou yeah. je kunnen zeggen. Uh, zo zie je heel veel ontlening. En uh, op een gegeven moment kan die melodie zo ver weg gaan dat op een psalm uh, een, een liefdeslied wordt geschreven. Yeah. Uh, en, en die dingen die heb je dus verzameld als, yeah. als de 40, ja, top 40 van die periode. Een yeah. vrij lange periode, maar de top 40 betekent in dit verband. Die melodie is het meest gebruikt en dan met name met die tekst die het meest uh, Nou, dat hoeft niet per se. Oh. Dus uh, het gaat om de melodieën. Uh, waar het even kan, uh, de oudste tekst. Yeah. Um, en waar je dat niet weet, um, uh, een andere tekst die ja op de een of andere manier geschikt is. En ik schrijf met uh, samen met Olga dan, Olga van Marion, de, de toelichtingen yeah. erbij en de, de annotaties. He, om ook te verklaren, ja, waarom deze melodie, waarom deze tekst. Nou heb ik wel begrepen dat je er ook met z'n tweeën een beetje een extra Leidse twist aan gegeven hebt, hè? Ja, nou ja, de, de, we gaan... Uh, uh, er zitten een aantal liederen, uh, uh, Leidse liederen in, op Leids ontzet, bijvoorbeeld. Uh, dat is natuurlijk erg leuk. Ja. Min of meer bij toeval gevonden door ja. te bladeren in het nieuwe Geuze Liedboek. Heb je toen uh, dingen ontdekt waarvan wij al heel lang niks weten? Ja, eigenlijk wel. Dat lied bijvoorbeeld. Ja? ja. Dat ja. is gewoon uh, ondergestoft? Ja, dat is natuurlijk wel bereikbaar. En zeker nu uh, uh, online en zo. Maar je moet maar net die... die uh, dat is het leuke van dus het zoeken via melodie. Dat je bij teksten kan komen die, ja. die je echt niet kende. Ja. Ja. Uh, hoe weet jij, uh, hoe weten jullie... Zo heel precies dat die ene tekst bij die, uh, bij die melodie hoort of, of andersom? Nou, er staat doorgaans een, een wijsaanduiding, ja. hem, zoals dat heet. Er staat op de wijze van, of voice, ja. of stemmen, ja. dubbele punt. En dan volgt de wijsaanduiding en daar kun je dus uh, op zoeken. Ja. En andersom, als wij vanuit de melodie kijken... Uh, dan kun je op de liederenbank een lijst vinden... van liederen die daarop zijn geschreven, op die ja. melodie. Hoe ver is het project? Nou, behoorlijk ver. We, we gaan uh, volgende week de inleiding schrijven yeah. um, en dan, uh, ja, dan is het nog wat knutselen hier en daar en, en de, de afbeeldingen en dan is het eigenlijk het en klaar. En wat komt er dan? Dan komt en dan er een, komt er een uh, tweedelig uh, liedboek. Yeah. Deel 1 zijn de melodieën en de teksten, de inleiding en de bronnen. Deel 2 zijn de toelichting en de, de woordverklaringen. Yeah. En uh, een driedubbel CD, want het zijn, het zijn drie schrijvers geworden. Yeah. Tenminste, dat moet het nog worden. Ik heb alles opgenomen met uh, een paar zangers, uh, twee zangers erbij. Met Eul, die je net ook hebt gezien yeah. op de luid. En uh, met uh, Iliel Danien op uh, Virginaal. Yeah. Um, we hebben alles opgenomen. Er is een eerste montage gemaakt. En ik ga in februari naar jou om uh, dat af te maken, de montage. En dan kan dus de CD ook. Uh, de, de drie dubbel CD ook geproduceerd worden. Oké. Okay. <laughs> ja. En, en, uh, en hoe, hoe komen we daaraan? Um, nou, tz.t kan je die bestellen via uh, de, de website ja. Top40 van de .nl. Die is er al nu. De website is er al. En ik kan hem nu al bestellen? Uh, binnenkort. Binnenkort. En ja, ik kan, maar je kan al wel die. nu op die website. Uh, je kan op kijken, je kan vinden, ook de liederen al zien. En inschrijven? Ja. Oké. Oh, ja. Jullie hebben een beetje fundraising ook gedaan, toch? Ja, via uh, Luf. Was dat succesvol? Jazeker. Ja? Ja, het was, uh, was erg leuk, omdat, uh, omdat je ook een, een, een publiek eigenlijk daarmee creëert. Ja. En ook feedback krijgt uh, ja. over hoe belangrijk mensen het vinden. Hè, dat dit stuk cultureel erfgoed, wat het toch echt is, ja. uh, dat dat wordt bewaard en gestimuleerd. En uh, ook leraren van scholen en allerlei ja. mensen hebben gereageerd. Dus dat is erg fijn. Het is erg leuk, dus het slaat ja. aan. ja. Wordt een succes, dat is nu al duidelijk. Ja, 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 ja. ik hoop het. Ja. Ja, en, en ik denk dat het ook leuk is dat er toch die hele speciale Leidse kant aan zit. Een beetje ja. een, een bijzondere ontdekking gedaan. En, Zeker, daar gaan we ook mee je, door. Ik wens je daar veel succes bij, Margot. We gaan al naar het einde van de uitzending toe. Ja. Ik wil je dus uh, graag van harte dank zeggen voor je komst en uh, de informatie. En ook de dingen die ik dan weer opgestoken heb van jou. Ja. Hartelijk dank. Gedaan. Zometeen eindigen we met uh, een. Uh, een, een stukje muziek wat jij zingt. Mij is het wel een beetje bekend, maar uh, jij hebt het heel mooi gezongen in de Pieterskerk. Daar gaan we zo naar kijken. En volgende week, dames en heren, zit uh, Ton Kolbeck hier. En dan heeft hij Martin van Rooyen te gast. De uh, u zeer bekende politicus. Dankjewel, uh, Mar uh, Margot, voor nu.